Ja, dat is wel fijn. Zeker na die eerste rit waar je dan valt. Dat brengt voor mij dan wat teleurstelling. Natuurlijk, als ploeg hebben we de eerste 2 dagen ook perfect werk gedaan en was het heel mooi. De tweede sprintkans voelde ik me gewoon nog niet super. En moest ik gewoon nog wat herstellen. Had ik gewoon nog wat nachtjes nodig om echt weer topfit te zijn. En misschien was ik nog niet helemaal topfit, maar wel gewoon echt goed genoeg om vandaag te winnen. En maakt ook wel echt een teamprestatie. Dus je ziet hoe iedereen ervoor gewerkt heeft en iedereen ervoor geknokt heeft. Dat heeft denk ik iedereen zijn ding kunnen doen en dat maakt het leuk. Valt er wat van je af? Ja, zeker. Ik denk dat ik dat toch wel mag zeggen, dat er wel veel druk op mijn schouders ook hing. Er wordt verwacht dat je gaat winnen. Ja, dan val je gelijk, dan valt het heel even tegen. Dan is dat even een teleurstelling. Maar ook daar moet je dan weer overheen en de knop weer omzetten en door naar de volgende kans. En vandaag was zo'n kans en die hebben we gepakt.